Hoi, ik heb vandaag een nieuwe video voor jullie. Jullie hebben namelijk de afgelopen week al vragen in kunnen sturen per mail. En die vragen ga ik dus vandaag beantwoorden. Ik heb geprobeerd er een beetje een logische volgorde in aan te brengen. En de eerste vraag is, wilde je altijd al schrijver worden? Nou, eigenlijk niet, omdat ik vooral vroeger niet wist dat je überhaupt schrijver kon worden. Ik was wel mening dat er gewoon mensen waren uitgekozen, die konden boeken schrijven. Wij konden die boeken lezen, maar dat je zelf die boeken kon gaan schrijven, ja, dat wist ik dus helemaal niet. Dus achteraf misschien een beetje dom en een beetje naïef, maar ik had echt geen idee dat dat kon. Ik wilde vroeger heel veel worden, vooral prinses, beroemd, ballerina, zangeres, maar schrijver zat daar eigenlijk helemaal niet bij. Welk boek of welke schrijver heeft je geïnspireerd om zelf te schrijven? Ik denk dat dat voor mij R.L. Stine was met de Kippenvel-serie. En daarna die thrillers voor jeugdthrillers, zoals De Babysitter en Het Verlaten Strandhuis. Ik denk ook wel Paul Wallone met De Griezelbus. Dat zijn wel de schrijvers van wie ik denk dat zijn echt wel voorbeelden. Maar toen ik die boeken las, was dat niet het moment waarop ik dacht, laat ik schrijver gaan worden. Dat kwam eigenlijk pas veel later. Het was voor mij wel heel duidelijk en heel logisch dat ik thrillers wilde gaan schrijven. Dat ging eigenlijk vanzelf doordat ik gewoon vanaf kleins af aan thrillers las. Wat inspireert jou het meest? Ja, inspiratie, dat is eigenlijk iets wat ik overal vandaan haal. En heel vaak krijg ik ook de vraag van, ben je nooit bang dat je ooit zonder inspiratie zult zitten en dat je geen nieuw boek kunt bedenken? Ja, daar ben ik dus echt niet bang voor. Ik ben eerder bang dat ik te weinig tijd heb om iets te doen met al die ideeën. Want ik denk zeker de komende 10 jaar, daarvoor heb ik al genoeg ideeën staan. Inspiratie krijg ik meestal gewoon door iets wat ik zie, iets wat ik hoor. Ik luister heel veel gesprekken af, vooral ja, onderweg en in de trein, op een terras. Inspiratie kan ik ook krijgen door een film of een serie. Dan is er net een stukje dat ik zie. Waarvan ik denk, hé, daar zou ik iets mee kunnen doen. En dan is het niet hetzelfde als wat je ziet, maar het is alleen maar een aanleiding voor iets heel anders. Ja, ik weet, de inspiratie eigenlijk is heel ongrijpbaar. En het is er continu als je maar weet waar je op moet letten. En als je het eenmaal hebt, dan kun je het ook niet meer stoppen. Dus dan komt het op momenten dat je probeert te slapen, dat je onder de douche staat, momenten dat je in een vergadering zit. Net die moment dat je geen tijd hebt om het op te schrijven, dan komt dus de inspiratie. Maar dat haal ik letterlijk overal vandaan. Hoe ben je begonnen met schrijven? Nou, eigenlijk ben ik ooit begonnen op de basisschool. Volgens mij was het in groep 7 of 8 dat we in groepjes een opdracht kregen. Dat we een kort verhaal moesten schrijven. En ik werd in een groepje ingedeeld dat ik helemaal niet leuk vond. Dus het grootste gedeelte heb ik toen geschreven. En dat werd ook automatisch een thriller. Het ene verhaal ging over een disco en er was een kortsluiting volgens mij. Een discobal viel naar beneden en er was brand en iedereen rende gillend weg. En het tweede verhaal dat ik schreef ging over een man die werd begraven en die mocht in zijn graf dan zijn mobieltje meenemen. Maar toen hadden we nog helemaal geen mobiele telefoons. Dat was dat zal het zijn geweest, 1993. Dat is achteraf een heel klein beetje vreemd. Maar dat is wel een beetje hoe het begonnen is. En toen ik 1 jaar of 12 was, was ik op vakantie in Italië. En daar kreeg ik opeens een idee voor een boek. Ik las van heel veel Tina-toppers, die waren echt heel erg populair. Dus ik schreef een schrift vol, een heel verhaal dat echt een beetje Tina-toppers-achtig was. Helemaal geen thriller. En dat vond ik heel leuk om te doen. Maar halverwege begon me dat een beetje te vervelen. En toen heb ik een hele periode gehad dat ik minder las en dus ook helemaal niet schreef. Meerdere baantjes gehad en toen ik met mijn opleiding tot verpleegkundige stopte, toen werd mij gevraagd, wat wil je nu gaan doen? En toen zei ik dat ik schrijfster wilde gaan worden. En werd ik keihard uitgelachen, want dat was natuurlijk geen normaal beroep. En eigenlijk daardoor ben ik het ook echt gaan doen. Toen dacht ik ga nu mijn eerste boek schrijven. En dat boek heb ik toen via Printing on Demand uitgegeven. Eerst wel naar uitgeverijen gestuurd. Afgewezen, heel veel. Ergens bijna wel aangenomen, toen toch weer afgewezen. Dus toen besloot ik het zelf te gaan doen. En uiteindelijk heeft het nog 12 jaar geduurd vanaf dat moment totdat ik kon tekenen bij Klavis. Dus heel veel afwijzingen en misschien stapels verder, maar het is wel ergens goed voor geweest, denk ik. Wat vind je het allerleukste aan het schrijven van thrillers? Ik denk vooral dat ik kan kruipen in het hoofd van de dader. Dat vind ik iets heel interessants, omdat ik niet geloof dat iedereen, of dat die daders echt gewoon slecht zijn. Door en door slecht, dat er ook heel vaak wel een andere kant is.
En dat je toch een bepaalde sympathie ervoor kunt opwekken. Ik vind het gewoon leuk dat ik alle dingen kan doen die je in het echte leven niet kunt doen. Of nou, niet zomaar om zonder gestraft te worden natuurlijk. Dus ja, je sadistische kant kun je een beetje inzetten. En ik hou ook gewoon heel erg van spanning. Dus als ik aan het schrijven ben, dan ben ik mijn hoofdpersoon. En alle dingen die mijn hoofdpersonage meemaakt, maak ik dus ook een beetje mee tijdens schrijven. Ja, ik word ook wel eens bang voor mijn eigen verhalen, maar ik vind dat stiekem ook wel hartstikke leuk. Zijn er personages die je in het dagelijks leven ook kent? Nou, in mijn eerste boek wat ik net vertelde, Liefdesduivel, dat heb ik dus dan zelf via Printing On Demand uitgegeven. En daar zat een personage in, zij heette Deborah. En dat was dus een oud collega van mij, met wie ik niet zo'n hele goede klik had. Dus nou ja, die heb ik wel uiteindelijk echt in een boek gestopt. Maar daarna ben ik zelf gewoon personages gaan bedenken. Maar ik moet wel zeggen, in True for Dance zit Lisa, een van de hoofdrolspelers. Dat is een boekblogger die ik persoonlijk ken. En die had het in de bibliotheek in Rotterdam, toen ik daar een keer was, aan mij gevraagd tijdens een meet and greet. Van joh, misschien is het leuk om mijn naam eens te gebruiken. En niemand vroeg dat eigenlijk ooit. Dus toen dacht ik, ja, waarom niet? En daarna kreeg ik een berichtje van een meisje, ze heet Meidong. En zij zei, ik heb mijn naam nog nooit in een boek gezien. Dus ik heb haar naam ook gebruikt. Maar voor de rest zijn alle personages altijd helemaal gewoon verzonnen. Wat was er inspiratie om aan Dubbel Leven te beginnen? Dubbel Leven is eigenlijk ooit begonnen als het boek Blindelings. En dat was mijn eerste YA-boek. Ik had dan eigenlijk net een afspraak gehad met een uitgever. En die was nieuwsgierig of ik ook YA-boeken wilde schrijven. Ik schreef toen nog boeken voor volwassenen. Terwijl iedereen zei dat het eigenlijk meer voor jongeren was. En ik wilde toen een ballettriller pitchen. Dus het idee al een beetje voor True for Dance. En toen kwamen we samen op het verhaal voor Blindelings. En dat ben ik in de trein terug zo helemaal gaan bedenken. Uiteindelijk is dat niks geworden met die uitgever. Maar heb ik daarna uitgebracht bij een kleine uitgeverij. Die heet Skelta Publishing. En nu is het opnieuw uitgegeven onder de naam Dubbel Leven. Maar dan echt volledig herschreven en vernieuwd met nieuwe scènes erin. Heel veel scènes eruit gehaald. Maar eigenlijk kwam die inspiratie een beetje door een gesprek met die uitgever. En is het daarna in de trein uit zichzelf ontstaan. Wat was je geworden als auteur of corrector niet was gelukt? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Want ik wist op dat moment, voordat ik dit allemaal ging doen, wist ik ook niet echt wat ik wilde. Maar ja, ballet dat was gestopt, dus dat was geen optie meer. Ik was al gestopt in mijn opleiding tot verpleegkundige, want dat vond ik echt helemaal niet leuk. Ik had allemaal baantjes, ik wist helemaal niet wat ik wilde worden. Dus toen bedacht ik dat ik schrijfster wilde worden. En toen dacht ik, nou, als ik dan mijn boek stuur naar een uitgever, dan krijg ik gelijk een contract en ben ik bestseller auteur. En toen kwam ik ook al snel achter dat dat niet is hoe het werkt. Of over het algemeen niet. En corrector, daar ben ik eigenlijk een beetje ingerold via via. En dat is nu al 10 jaar lang mijn fulltime baan. Dat doe ik freelance. Ik denk dat ik dan misschien gewoon nog heel ongelukkig was geweest in een of andere baan die ik echt niet leuk had gevonden. Wat zou je nog meer willen bereiken met schrijven? Ik wil eigenlijk, ik wil alles. Ik wil, ten eerste ben ik nu bezig met mijn eerste kinderboek voor kinderen vanaf 9 jaar. Ben ik nu bijna mee klaar en dat vind ik echt super leuk. Dus wat ik nog meer wil is dat ook mijn kinderboeken uitgegeven gaan worden. En dat dat een succes wordt. Ik hoop dat een van mijn boeken vertaald mag worden. Misschien zelfs de hele True for Dance trilogie. En we zijn nu natuurlijk bezig met een vertaalspel met een mogelijke verfilming. Want de optie op de filmrechten daarvan is verkocht. Dus ik hoop dat het ook allemaal gaat lukken. En dat er daadwerkelijk een verfilming komt van vertaalspel. Oh ja, en ik zou ook nog wel... Ik zou ooit op de tiplijst willen voor de jonge jury. En de jonge jury winnen natuurlijk. Of voor het beste boek voor jongeren. Maar dat zijn allemaal dingen waar je geen controle over hebt. Maar ja, wel grote dromen in ieder geval. En de volgende vraag heeft daar eigenlijk ook een beetje mee te maken. Vraag 10. Zou je willen figureren in een fataal spelfilm en als wat dan? Nou, daar hebben de scenario schrijver en ik het al wel een beetje over gehad. En het leek haar heel erg leuk om Easter eggs te gebruiken. Dus dat ik er wel in zit, maar een beetje verstopt. Dat niemand ziet dat ik dat ben. En misschien wel een kleine figurantenrol, maar dan zonder tekst. Dat lijkt me ook wel heel erg leuk. En de laatste vraag. Hoeveel woorden bevatten jouw boeken meestal? En dit is heel erg verschillend. Want Fataal Spel en de hele True for Dance trilogie zijn tussen de 62.000 en 66.000 woorden. De Dubbel Leven volgens mij ook rond de 63.000. En het nieuwe boek dat ik heb geschreven, een nieuwe YA-thriller, heeft 52.000 woorden. Dat heb ik expres wat kleiner gemaakt. Bij mij gemiddeld tussen de 50.000 en 70.000 woorden. En eerst dacht ik iedere keer van nou rond de 65.000 vind ik een mooi getal.
En nu probeer ik ze juist iets korter te krijgen, rond de 50.000. Ook vooral met het oog op leerlingen, op scholieren. En als ik het rond de 50.000 woorden hou, dan is het wat compacter. En dan heeft het boek gewoon iets meer waard. Nou, dat waren alle vragen voor deze video. Aanstaande zaterdag om 4 uur ga ik live op het Instagram-account van Bibliotheek Rotterdam. Dus zorg er alvast voor dat je het Instagram-account volgt. En dan krijg je om 4 uur zaterdag vanzelf een melding dat ik live ga. En ik zal het de aankomende dagen ook nog delen op mijn eigen Instagram-account. En ik hoop jullie zaterdag dan live te zien. En alle vragen die jullie dan nog hebben, die mogen jullie mij dan live stellen. Tot zaterdag. Doei!